Tegenwoordig doen we steeds meer via onze smartphone. Grote kans bijvoorbeeld dat je deze video op dit moment via een smartphone aan het bekijken bent. En ook met beleggen is dat het geval. Steeds meer brokers, zo niet bijna alle brokers, hebben inmiddels wel een app. Eén daarvan is inmiddels ook Sammy, een nieuwe aanbieder die eigenlijk bijna volledig via de app alles te regelen is. En Sammy is een aanbieder van beheerd beleggen, zodat je je geld kunt laten beleggen bij hun. En ze richten zich vooral ook op beginners, mensen die willen beginnen met beleggen. In deze video wil ik dan ook Sammy gaan bekijken, een soort van review geven, waarbij we gaan letten op wat heeft Sammy te bieden, welke kosten neemt het met zich mee, welke rendementen hebben ze gemaakt en hoe werkt de app. Al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Wil je nou meer video's over dit soort onderwerpen zien, over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen? Klik hieronder op abonneren, ik maak 2 video's in de week. En vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. De laatste tijd zag ik in onze community mensen die het hadden over Sammy. Het werd ook gevraagd via de comments van kun je er eens een keer naar kijken. Dus dat is ook de reden geweest dat ik deze video heb gemaakt, omdat er blijkbaar toch wel vraag naar is. En laten we dan beginnen op de website van Sammy. Want we zouden het ook via de smartphone via de app kunnen kijken, maar hier heb ik groter scherm en kan ik het makkelijker met jullie delen. Hier zien we ook makkelijk alle informatie terug. En mocht je nou eigen willen aanmelden, ik zal onder deze video een link plaatsen naar Sammy, dan krijg je al 15 euro cadeau. Kijken we naar de website van Sammy, dan zien we een erg simpele website. Hij is zeker niet te druk. Waarschijnlijk is dat ook de bedoeling om de aandacht niet af te leiden, maar gewoon aandacht te richten op de punten die belangrijk zijn. Dat zien we eigenlijk ook terugkomen in de tekst. Bijzonder gemakkelijk beleggen. En dat is eigenlijk dus ook, zoals gezegd, echt gericht op beginners. Het komt ook terug in de volgende teksten, als in je eerste stappen in de beleggingswereld. En jij bepaalt waarvoor je belegt, wij doen de rest. En dat is zoals gezegd het hele idee erachter. Sammy is een vorm van beheerd beleggen. Je laat je geld beleggen door hun. Je hoeft alleen het geld eigenlijk in te zetten, een storting te doen of automatische incasso elke maand te laten doen. Van tevoren geef je aan welk profiel je graag wilt hebben, welke vorm van beleggen, welke risico's, de looptijd en dat soort dingen het beste bij jou passen. En op basis van dat profiel wordt het geld voor jou belegd. Sammy doet dat in de vorm van potjes. Ieder potje heeft een doel en je kunt meerdere potjes aanmaken. Bijvoorbeeld voor je pensioen, maar ook voor een studie of een vakantie. Je kunt bij Sammy beleggen vanaf 50 euro, dat is de eerste inleg die je moet doen. Dus je moet dus minstens 50 euro storten. Maar na de hand kun je zelf bepalen of je nog gaat storten en hoeveel dat dan is. Zoals gezegd kun je ook kiezen voor automatisch beleggen. Dat is eigenlijk dat beheerd beleggen ook nog eens met een automatische incasso werkt. Dus als je het eenmaal in hebt gesteld, hoef je de rest van het jaar of jarenlang niet meer naar te kijken. En wat ook een speerpunt van hun is, is dat ze duurzaam beleggen. Dus alleen beleggingen die goed zijn voor mens en milieu zullen ze opnemen in hun portefeuilles of in de profielen die ze aanbieden. Je kunt bij Sammy ook ervoor kiezen om het niet op je eigen naam te zetten, maar op de naam van je kind. Op die manier kun je dus een potje opbouwen voor je kinderen, dat tegen de tijd dat ze 18 zijn, ze dat geld kunnen opnemen op hun eigen naam en dus in ieder geval een mooie start hebben voor de rest van zijn toekomst. Maar hoe beleg je nou bij Sammy? Nou, eigenlijk kun je alles in de app regelen, maar ook hier laat ik even vooral de website zien. Tijdens het aanmelden stellen ze je vragen om te bepalen welk profiel het beste bij jou past. En ieder profiel heeft een bepaalde balans tussen looptijd, risico en rendement. En we zien ook deze 3 profielen terugkomen op de website. Kijken we naar het defensieve profiel, dan hebben ze een streefrendement van net geen 4% per jaar. 70% zit in obligaties en 30% zit in aandelen. Het neutrale profiel heeft een streefrendement van 4,6% met ongeveer de helft in obligaties en de andere helft in aandelen. En het offensieve profiel, daar is een streefrendement van 5,3% en daar zien we dat 30% in obligaties zit en 70% in aandelen. Maar wat zijn nou de kosten van Sammy? Want zoals altijd neemt een bepaalde service daar gebruik van maken kosten met zich mee. En dat is bij beheerbeleggen dus niet anders. Nou, Sammy gaat een product aanbieden. Zij nemen wat werk uit handen voor jou, want zij gaan namelijk voor jou beleggen. En ook daar vragen ze natuurlijk een vergoeding voor. Die vergoeding is bij Sammy 0,7% per jaar plus 0,24% fondskosten. En verder hebben ze geen kosten, dus geen kosten voor het storten, het opnemen of voor de transactie die je doet. Deze kosten zijn dus wel hoger dan wanneer je zelf zou gaan beleggen, maar dat is eigenlijk dus logisch, want hier
doen zij het werk voor jou en natuurlijk vragen ze daar een vergoeding voor. Je hebt er minder werk mee, je hoeft er niet naar om te kijken, maar daar betaal je dus wel iets voor. De kosten zijn dan wel meer iets hoger dan een aanbieder waar ik gebruik van maak, van Bing Forward. Ook daar kun je beheer beleggen. Ik zal trouwens ook daar een link van onder deze video plaatsen. Alleen Bing Forward heeft dan weer geen app. Dan moet je alles via de website regelen. Dus waarschijnlijk betaal je ook wel een beetje voor het gemak van deze app. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen goed product is. Want juist als je wilt beginnen met beleggen, zoveel mogelijk of absoluut alles wel via je smartphone wilt regelen en dus in het begin met een kleine portefeuille werkt, dan zijn deze kosten helemaal niet zo erg en is het misschien juist wel heel erg aantrekkelijk om ermee te beginnen op deze manier. En mocht je nou na een tijdje veel vermogen opbouwen, ook dan hebben ze andere kosten voor je, want je zult zien dat vanaf 35.000 euro vermogen de kosten per jaar dalen naar 0,5% per jaar en nog wel steeds dezelfde fondskosten van 0,24% per jaar blijven, maar dan heb je dus al 0,2% minder kosten per jaar. Laten we dan ook even kijken naar de rendementen, want behalve de kosten willen we ons natuurlijk ook gaan richten op de rendementen die ze maken. En natuurlijk bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar we kunnen er wel een beetje naar kijken, wat kunnen we verwachten. En we kunnen er enigszins van uitgaan dat het een indicatie weergeeft voor de toekomst, al gaat natuurlijk de laatste 10 jaar het wel erg goed op de beurs, dus hou daar ook zeker rekening mee. Zoals eerder gezegd hebben ze 3 profielen en natuurlijk elk profiel heeft een andere verdeling tussen obligaties en aandelen, dus ook andere rendementen die ze hebben behaald. Nou, laten we dan eerst gaan kijken naar het defensieve profiel. Je hebt in de laatste 5 jaar in totaal 20,5% rendement gemaakt en in het laatste jaar iets meer dan 8%. Kijken we naar het neutrale profiel, waar dus de helft in obligaties en de helft in aandelen zat. Daar is het in de laatste 5 jaar 30% rendement en het laatste jaar iets meer dan 12%. En bij het offensieve profiel hebben we 40% rendement in totaal in die laatste 5 jaar dus. En dit jaar net geen 17%. Maar zoals gezegd, de laatste jaren gaat het erg goed op de beurs. En zoals je ook bij deze profielen ziet, hoe meer aandelen erin zitten, hoe meer rendement ze hebben gemaakt. Dus houd daar zeker wel rekening mee. Dat kan ook de andere kant op werken. Mocht het nou dadelijk minder goed gaan op de beurs, dan zullen juist de profielen waar een hoog percentage aandelen zit, een stuk minder rendement maken dan die andere. Maar ja, dat is iets voor welke termijn beleg je en kun je daarmee omgaan. Maar laten we zoals gezegd ook even kijken naar de app van Sammy, want we hebben nu vooral informatie van de website afgehaald, omdat dat groter in beeld komt en makkelijk dus voor deze video. Maar ja, een belangrijk onderdeel van Sammy is denk ik ook zeker wel hun app. Als we de app openen komen we eigenlijk op het dashboard. Hier zie je eigenlijk alle potjes staan die je hebt aangemaakt, inclusief de waarde en het rendement van ieder potje. Het volgende tabblad dat we onderaan zien is Magazine en dit vind ik dan juist weer erg interessant, dit tabblad. Want zeker voor beginners zul je hier veel leuke en nuttige informatie vinden. We zien hier natuurlijk regelmatig wat filmpjes, wat blogs en zo kun je dus op een leuke manier en makkelijke manier veel bijleren. En een andere leuke en makkelijke manier om wat bij te leren over beleggen is natuurlijk op dit kanaal. Dus als je nog geen lid bent van dit kanaal, abonneer je dan hieronder. Zoals gezegd, elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Maar laten we nu weer snel teruggaan. En dan komen we aan in het tabblad Inbox. Hier komen eigenlijk alle berichten voor je te staan. Als je storting hebt gedaan en dat soort dingen of er nog iets nodig is. Het laatste tabblad zien we dan Boosters. Hier zien we bijvoorbeeld dat je 3 maanden gratis krijgt als je je automatische incasso activeert. En je ziet ook dat je vrienden kunt uitnodigen. Dan ontvangt zowel die vriend als jij allebei 15 euro wanneer iemand dus gebruik maakt van die link. En ook zo'n link, zoals gezegd, heb ik onder deze video staan. Dat is mijn link dan. In dat geval, als jij via die link een account opent, krijg jij 15 euro en krijg ik 15 euro. Dus heb je in ieder geval een mooie start om te beginnen. Want zodra je daar 50 euro instort, krijg je al meteen 15 euro cadeau. Dat is best een prima rendement en een leuke start bij Sammy, lijkt me zo. En daarmee komen we aan bij de conclusie. Sammy is dus een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt voor beheerbeleggen, waar je je geld dus kunt laten beleggen. En ze richten zich dan ook vooral op beginners, mensen die de eerste stappen willen maken met beleggen. En ik denk ook wel dat ze daar een goed product en website bij hebben, dat de drempel laag is om te beginnen. Het is heel erg simpel, ziet het eruit. Het is ook heel erg simpel, die app. Dus je kunt makkelijk je eerste stappen maken en dus ook heel veel leren, zeker ook via hun tabblad van de magazine. De vergoeding die ze hier vragen voor deze dienst vind ik op zich wel redelijk. Zeker als je rekening houdt met dat je als beginner dus een kleine portefeuille hebt, niet al te veel geld erin hebt zitten, dan zijn die kosten eigenlijk ook nog helemaal niet zo erg. Want het beginnen met beleggen is veel belangrijker en weegt veel meer dan die kosten die je maakt. En ook ondertussen, terwijl je gebruik kunt maken van Sammy, kun je heel veel dingen bijleren, ook door Sammy. Dus op de lange termijn kun je waarschijnlijk vaak je kosten nog wel zelfs omlaag brengen. Je hebt dus 3 verschillende profielen. Dat is eigenlijk altijd wel een profiel wat bij je past. Al had ik liever gezien in mijn geval dat er nog een profiel was wat meer aandelen had, omdat ik best bereid ben om meer risico te nemen. Maar op dit moment zijn er 3 profielen en ook dat offensieve profiel is best prima. En zoals je zag,
richten ze zich ook vooral op duurzaam beleggen. Ook dat is voor steeds meer mensen belangrijk. Niet alleen de rendementen voor jezelf, maar ook voor de wereld op zich. En daar springen hun natuurlijk wel heel erg goed op in. Al met al dus wel een makkelijke, leuke app voor de mensen die willen beginnen met beleggen. En ondertussen dus zoals gezegd nog wel bij willen leren, want dat is natuurlijk ook op deze manier heel erg makkelijk. Ze hebben dan weer een andere insteek dan bijvoorbeeld Peaks, waar je je wisselgeld juist investeert. Hier bepaal je van tevoren welk bedrag je eenmalig of regelmatig wil inleggen. Dus dat is een heel andere insteek. Plus ze richten zijn eigen wat meer op duurzame beleggingen. Dus het is zeker wel een mooie aanvulling misschien ook wel. Of als het de eerste app is die je wilt gaan gebruiken, ook zeker dan een prima punt om mee te beginnen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Dan weet ik in ieder geval wat jij ervan vond. Maar het helpt ook mensen op YouTube om deze video te vinden. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Laat ze dan achter in de reacties onder deze video. En als je nog geen lid bent van het kanaal, zoals gezegd hieronder, kun je eigen abonneren. Klik op het bel-icoontje, dan krijg je altijd weer een melding. Ik maak 2 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus op die manier mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.